Helemaal beste vrienden en vriendinnen, een nieuwe dag, een nieuw begin. En we zitten trouwens in een ander hotel nu. We zitten in het Excalibur Hotel. En van daaruit vertrekken we vandaag op een roadtrip. Ik, Veronique en Barbara. En het is een roadtrip naar de meest geheime plek, maar langs de andere kant toch ook wel de meest populaire plek op de aarde. Wow, meest populair misschien niet, maar toch gigantisch populaire plek. Ondanks dat ze zeer geheim is. Nu, als wij gaan roadtrippen, dan stoppen we altijd in een Whole Foods. En een Whole Foods is een heel speciale supermarkt. Dus kun je zelf een soort van snackpak in elkaar steken met allemaal gezonde dingen. Salaatjes, kip, noem maar op. We vinden ook producten die je in Walmart bijvoorbeeld dan niet vindt. Allemaal heel vis. Ook wel een tikkeltje duurder dan een Walmart. Zijn dus het gedeelte waar je dus zelf een salaatje kunt maken, waar je zelf een bakje kunt samenstellen. En je hebt keuze genoeg uit verse groenten, ja, alles wat je maar wilt eigenlijk. En je kunt ook kip krijgen, vers gebraden kip, al gebakken kip, andere vleessoorten. Er is ook een heel charcuterie. Ja. Dus al die fabeltjes van die bloggers dat je soms leest op het internet. Van, oh, we kunnen niet gezond eten in Amerika. Oh, we hebben onze eigen potchop al meegenomen en zo. Allemaal dikke bullshit. Je moet gewoon alleen een klein beetje moeite doen om op te zoeken. En even te gaan shoppen. Er is ook een heel bakkerijafdeling erachter trouwens. Allee, als je het hier niet vindt, dan wil je het ook nergens niet vinden. Zo. En zelfs ook in Walmart trouwens, want Walmart heeft ook een heel vers afdeling. Dus. Ik heb mijn bakje samengesteld. Met salaat, nu nog de kip. De kip die doen we in een pan bakje. Ja. Overleven onze roadtrip, onze spannende roadtrip naar de meest geheime plek ter wereld. Die uiteindelijk toch niet zo geheim is, want heel veel mensen kennen die plek. Temperatuur is goed, weer is goed. Tijd om te vertrekken. We zijn nog altijd onderweg naar onze geheime basis. Maar even stoppen, hè, voor een picknickje. Onze salade en kip die we gehaald hebben bij de Whole Foods even opeten. En dan rijden we naar onze eerste tussenstop. En dan gaan we waarschijnlijk al wel een idee hebben naar waar dat we uiteindelijk aan het rijden zijn. Dat was even een lekker picknickje dat we gedaan hebben dankzij de Whole Foods. En we staan hier op een klein groen oasetje. Kijk, met een gigantische boom. Oh, wacht, ik kan het niet goed zien. Momentje. Met een gigantische boom achter mij. Oeh. Stevige boom trouwens. En, voilà. Aan de andere kant, daar aan de andere kant, daar is een klein meertje. Ja, je merkt dat direct, want je ziet eigenlijk continu in de woestijn te rijden en dan krijg je ineens een klein groene oase. Dus aan de andere kant is een klein meertje. Misschien hebben we dat straks nog kunnen filmen. Maar we gaan eerst verder naar onze bestemming.
eerste bestemming. Eén ding spijtig, het is niet open. Nope. Het is dicht. Mensen zijn misschien in verlof. Ken natuurlijk. Hè. We zijn hier namelijk aan... We zijn namelijk aan het Alien Research Center. En je ziet misschien ook al een andere naam opduiken. Area 51. Er zitten trouwens duiven in van boven in de alienkop. We zijn dus op weg naar de meest geheime basis ter wereld, Area 51. Dat is hier niet meer zo heel ver vandaan. En dat is eigenlijk de meest geheime basis die het meest populair is trouwens. Gigantisch veel mensen kennen dat. Nu die plakkaat die je er net zag. I stormed Area 51. In 2019 was er een oproep gekomen waar gigantisch veel reacties zijn op geweest. Meer dan 1 miljoen mensen dacht ik dat erop gereageerd hebben. Om allemaal tegelijkertijd de basis te bestormen. De basis Area 51. Omdat ze redeneerden van als we dat allemaal tezamen doen vanuit verschillende posities, dan kunnen ze ons toch niet allemaal neerschieten en dan gaan we eindelijk eens te weten komen wat het geheim is van Area 51. Maar er werd toch al snel afgeraden door de Amerikaanse regering om dat niet te doen en ook door het leger, want mogen mensen neerschieten. En dat is ook gebeurd geweest. Ze hadden ook mensen neergeschoten. Dus... ja, uiteindelijk zijn de mensen gewoon op bezoek geweest, maar is er voor de rest eigenlijk niet te veel gebeurd. In the middle of nowhere zijn we bij een volgende belangrijke locatie waar het ook al veel over gezegd en geschreven is. Namelijk de Black Mailbox in the middle of nowhere. Dus hier op weg naar Rachel, want dat is het plekje waar we nu naartoe aan het rijden zijn. Daar is een ding om te eten en te drinken. Ik kan er ook overnachten, maar dat gaan we zo dadelijk wel zien. Maar dus op die baan, waar dat ook trouwens een aantal toegangswegen zijn tot Area 51. Daar staat in the middle of nowhere een zwarte brievenbus. Ik ga ze direct laten zien. En over die brievenbus wordt gezegd dat dat dus de brievenbus is van Area 51. Nu, ik heb onlangs ergens gelezen dat dat de brievenbus is van een ranch die wat verder gelegen is. En dat er regelmatig werd ingebroken in de brievenbus ook door mensen die dus dachten dat daar de post van Area 51 in ligt. Nu, beide verhalen zijn niet echt heel zeker te bevestigen. Dus, ja. Maar hier is de brievenbus, kijk. Bijna op de volgende stop waar we even pauze gaan houden, iets drinken en gaan eten. Maar je kunt daar niet naartoe rijden zonder aan dit bord gestopt te zijn. Dit is een bord dat je alleen maar hier tegenkomt met als naam erop Extraterrestrial Highway. Die hangt vol met klevers, met plakkers, met stickers. Allemaal mensen die hier langs zijn gekomen en die hebben er een stickerje op gekleefd. Soms halen ze er een deel terug af, zodat er terug nieuwe stickers op kunnen en dergelijke. Maar hier moet je zeker vast gestopt zijn. Nu, de basis zelf, Area 51, ligt daar achter mij, ergens achter die bergen. En er zijn verschillende ingangen om er naartoe te geraken. Nu, het personeel zelf van Area 51, er is een heel deel dat met een klein boeingetje elke keer over en weer wordt gevlogen tussen McCarran Airport in Las Vegas en dus Area 51.
Om de zoveel tijd stijgt er een Boeing op. En je kunt herkennen, dat is een witte Boeing met een rode streep van voor naar van achter. Maar voor de rest zijn er geen kentekens op dat vliegtuig te bekennen. Dus zo wordt het personeel over in het werk gebracht. Er is ook nog een bus voor mensen die hier in de buurt wonen. Ja, nu middle of nowhere. Nu, we zitten hier in Rachel, dat is een klein, ja, dat is een klein dorpje. Waar je ook trouwens bij de Little Alien in, dat is hetgeen waar we gaan stoppen, waar je ook kunt overnachten. En waarschijnlijk kunnen dan wel eens rare dingen horen of zien hier. Want er wordt dus gewacht gemaakt dat die Area 51, dat dus een basis is waaruit Amerika geheime buitenaardse technologieën zou hebben en testen mee doen. Nu, Area 51 is ooit begonnen als een test luchtmachtbasis waar ze nieuwe vliegtuigen op testen. Er werd altijd gezegd dat die basis niet bestond, totdat er iemand per toeval op de basis gestoot is en erover begon. En tot op de dag van vandaag blijft de Amerikaanse overheid ontkennen dat daar een basis is. Dat die basis bestaat. Ze bestaan niet. Nee. Maar toch is ze er en toch wordt ze gigantisch zwaar bewaakt. Dat gaan we straks wel zien. Dus ja, wat er aan de hand is, geen idee. Maar of het nu buitenaardse technologie is of technologie die al zover vooruit staat van eigen makelij. Misschien gaan we het ooit wel eens te weten komen. Hè? In de Alien Inn. Je kunt hier ook overnachten. En misschien zie je het er voor sommige mensen een klein beetje creepy uit, maar geloof mij, het is niet. Het is heel proper, het is deftig. Ook hetgeen wat je kunt eten is van een heel goede kwaliteit. Ook de verblijven, want vrienden van ons hebben hier al eens verblijven. Die zijn ook allemaal netjes onderhouden. Dus het is misschien een heel rare locatie. Misschien een akelige locatie af en toe. Maar het is allemaal heel hard verzorgd. Mensen doen heel hard hun best en heel vriendelijk. Dus niks mis mee. Nu is het moment aangebroken dat we naar de twee ingangen rijden van Area 51. De ene wordt de backgate genoemd en de andere wordt de frontgate genoemd. Alle twee de wegen leiden eigenlijk naar Area 51, maar worden heel streng bewaakt. We gaan eerst de backgate doen, die is hier het makkelijkste bij. En dan gaan we nog de frontgate doen, dat is een iets lastigere rit. Allemaal over gravelwegen. De auto gaat er lief uitzien. Je wil zeker niet meer zwart zien na de dingen. Maar er zijn altijd maar bepaalde punten tot waar je gaat kunnen rijden. Dat gaan we dus wel zo dadelijk zien als we onderweg zijn.
back gate van Area 51. Dat is een heel stuk rijden, joh. Er is geen kat te zien, maar geloof mij, de moment dat je daar die paal passeert, dan gaat er binnen de kortste keren mensen zien tevoorschijn komen. En in het beste geval, dan worden in de boeikens geslagen. En dan is het wachten op de sheriff om u te komen ophalen. Met als resultaat een zware boete en soms zelfs gevangenisstraf. Als je echt zou proberen om erdoor te rijden, dan hebben ze autorisatie om u neer te knallen. Jawel, dan kun je het niet meer navertellen. Dan is het gedaan. Maar dus hierachter ligt Area 51. Dit is wat ze noemen de back gate. Mij lijkt het eerder de hoofdingang. Maar de plaats waar we nu naartoe gaan rijden, dat zou dan volgens de verhalen de front gate moeten zijn. Voor zover waar dat we gaan geraken. Want tot om de front gate van Area 51 geraakt er gewoon niet. Dat zou waarschijnlijk de front gate zijn van Area 51. Nu, erboven op de berg, ik weet niet of dat je het gaat kunnen zien. Kan ik inzoomen? Nee, kan ik inzoomen. Er van boven op de berg, daar niet. Maar daar staan Jeep. En dat zijn de camo guys, zoals ze zeggen. Dat zijn de mensen die de bewaking doen. En de moment dat je zou doorrijden, als je daar zou doorrijden, dan komen die gasten zeker achter u. En die gaan er heel snel zijn, geloof me. Die zijn er gigantisch snel. En er zijn ons trouwens een aantal witte wagens gepasseerd die er heel hard op trekken. En die kwamen tegen een heel hoge snelheid voorbij. Het was precies wat ze het expres deden voor een stofvolk te creëren. Maar goed. Zolang dat je dus aan deze kant blijft en zolang dat je dus niet daarover gaat, is er geen probleem. Kunnen ze in principe nog niet zo natuurlijk. Hebben ze het graag? Nee, niet echt. Maar ik denk dat ze ondertussen toch ook wel door hebben dat het gewoon een toeristische attractie is. Nu, wat wel raar is natuurlijk, is die enorm strenge beveiliging. Nu, beveiliging nu voor een militaire basis, oké, begrijp je. Maar hij zegt dat er niks is. De perimeter is trouwens met de jaren ook wat groter geworden, want het is nog een heel eind totdat je echt effectief op de basis staat. Om er dan zo raar over te doen, ja, dan is er toch soms iets meer aan de hand. Waar rookjes is vuur, zeggen ze altijd natuurlijk. Maar ja, we zullen het nooit niet te weten komen natuurlijk. Maar dit is dus een andere entrance. Nu, vorige keer waren die barrières niet. Ze hebben er blijkbaar barrières gezet om duidelijk te maken aan de mensen dat je dus niet door moet rijden. Want er zijn echt wel mensen geweest die er gewoon zijn doorgereden. Op YouTube staan er een aantal filmpjes van mensen die doorrijden. En dat loopt dan niet goed af natuurlijk, want dan komen die gasten met hun jeep achter u rijden. En die komen elke keer tevoorschijn. De moment dat je eigenlijk de weg oprijdt, wij hebben nu via nog een andere weg gereden, maar er is nog een ander stuk dat we nu gaan doen. De moment dat je daar al oprijdt, weten ze al dat je onderweg bent. Want er zitten op heel die weg zitten er onder andere ook druksensoren en andere apparatuur om te zien wie er allemaal onderweg is. Voilà, dat was onze trip naar Area 51. En nu zijn we terug aan het
gaan terug naar Las Vegas. En niet eens dat we daar aangekomen zijn, al meer dan 2 uur, gaan we er een hapje in.